Goedemorgen, lieve allemaal en welkom bij deze webinar over zelfliefde en healing. We hadden er vandaag 907 mensen ingeschreven, dus we moesten heel even het abonnement omhoog doen. Ik weet niet of iedereen aanwezig is op dit moment. Ik kreeg ook veel berichtjes van mensen die vanavond aanwezig zullen zijn. Dus van harte welkom en het aantal deelnemers loopt al aardig op. Dus ik wacht even tot het aardig stabiel is. Met echt het starten van het webinar. Goedemorgen. Oh ja, die chat is altijd fijn om even in de chat wat dingen terug te horen. Leuk altijd mensen die gelijk reageren. Goed, van harte welkom dus bij deze webinar over zelfliefde en healing. En daarnaast neem ik ook de vier seizoenen mee. Dus fijn dat jullie er allemaal weer bij zijn. Ik zie alweer heel wat bekende mensen ook weer voorbij komen die er vorige keer ook in zitten. En volgens mij ook een aantal van afgelopen maandag. Dus misschien even, omdat de groep een stuk groter is dan vorige keer. Misschien ook wel leuk om even te horen van, ben je al bekend met Zoma? Volg je al iets bij Zoma of iets? Laat het even weten. Is wel even fijn. Of ben je helemaal nieuw? Voor de mensen die helemaal nieuw zijn, mijn naam is dus Marjolein Berendsen en ik ben de founder van Zoma Opleidingen. Ik geef dus elke maand live webinars over een thema in verbinding met healing. En dat trek ik samen ook met een healing op afstand. Voor sommigen vinden dat nog wel een beetje spannend, van wat kan ik daar voorstellen en hoe werkt het dan met al die mensen? Nou, dat ga ik ook uitleggen. Er zijn ook mensen die zeggen, ik ben helemaal nieuw hier. Ik ken je van de Reiki. Ik volg al lange tijd je podcast. Oh, leuk om even ook wat nieuwe berichten te ontvangen. Leuk. Nou, fijn dat jullie me hebben gevonden. Iemand die interesse heeft in mijn ketting. Helemaal leuk dat te horen. Nee, hij is niet te koop. Maar wie weet, komt dat ooit nog wel eens? Nou, ook leuk. Veel nieuwe mensen zie ik hier. Wat leuk. Ook podcasts inderdaad. Mensen die podcasts kennen. Sommige mensen die de opleiding tot holistisch therapeut volgen of die dat gaan starten. Reiki 1 en 2. Maar wel de eerste keer dat ik een webinar bijwoon. Bekend met Zoma. Goedemorgen Marlijn. Nou, leuk. Volg je op Facebook van de podcast. Hey, groetjes uit de Filipijnen hoor ik. En nog wat meer uit onder andere spiritueel ontwaken. Oh, ook inderdaad twijfel om de opleiding te volgen. Iemand die gaat starten in maart met de coachopleiding. Nou, leuk. Leuk om dat te horen. Veel nieuwe mensen dus erbij. Nou, van harte welkom voor alle nieuwe mensen. Maar ook van harte welkom voor alle mensen die nu kijken. En misschien is het pas woensdagavond, want er zijn ook altijd veel mensen die er overdag niet bij kunnen zijn. Goed, ik ga zo even wat uitleggen over de setting van het webinar voor de mensen die nieuw zijn. Voor de mensen die het kennen, pak lekker eventjes wat drinken erbij als je dat nog niet hebt gedaan. Nou, de setting is als volgt. Ik start eigenlijk altijd de webinar met een thema. En het thema is iets wat actueel is, iets wat speelt, ook wat bij veel mensen over het algemeen speelt. En er is altijd een vaste healing bij aanwezig. Nou, ik werk met healing op afstand. Hoe werkt dat dan? Nou, je kunt je voorstellen, we hebben allemaal verbinding met universele energie. Je zou het je kunnen voorstellen dat je een soort van stekker hebt die je kunt inpluggen in het universum waar je energie uit ophaalt, hè? Dus als jij geboren bent, dan heb jij verbinding met die universele energie. Dat is als het ware een standaard dat jij als mens in verbinding staat. En bij veel mensen zie je dat op een gegeven moment, als je dat niet bewust gebruikt, dat die verbinding wat meer gaat sluiten. Nou, je kunt dus onder andere door de Reiki-cursus of door healing-cursus dat langzamerhand weer openen. En je kunt je voorstellen dat als je dat ziet als een soort buizensysteem, dat dat langzaam dus wat kan gaan dichtslibben. Nou, dat kun je dus ook vertalen in blokkades die vastzitten op allerlei niveaus. En ik bekijk natuurlijk holistisch dingen, dat ga ik zo uitleggen. En op het moment dat je dus verbinding maakt met een ander, kun je je voorstellen dat dus die energie door mij heen stroomt, via mij. Ik ben eigenlijk maar een kanaal, meer niet. En vanuit mij stroomt het door naar jou. Dus die zuivere energie stroomt door. Dus van tevoren ben ik ook altijd bezig om echt even helemaal weer schoon en echt puur zuiver kanaal te zijn. Dus ik maak mezelf leeg. Ook het verhaal wat ik bij me draag, als in dit geval poppetje Marjolein, laat ik ook echt los om als zuiver kanaal te kunnen zijn voor jou. Hoe zit dat dan op afstand? Nou, op afstand hebben wij natuurlijk ook, ik noem het maar telefoonlijntjes. En wanneer herken je dat?
Als je bijvoorbeeld aan iemand denkt en die persoon belt precies op dat moment ook jou terug. Of je ineens denk je, goh, hoe zou ik met die en die zijn? En je komt die persoon op straat tegen. Nou, dat zijn van die toevalligheden. En je kunt je voorstellen dat hoe bewuster je bent, hoe makkelijker je kunt voelen als iemand verbinding met je maakt. Nou, dan heb je fijne verbindingen, maar ook minder fijne verbindingen. Nou, voor de mensen die hoogsensitief zijn, ik ben even benieuwd wie dat is hier. Laat het even weten. Wie van jullie is hoogsensitief? Laat het even weten ook in je chat. Nou, er gaan al heel wat reacties. Nou, voor jullie zullen ongetwijfeld ook merken dat als je sensitiever bent dan gemiddeld, er komen heel wat reacties binnen. Wat gebeurt er dan? Als je dus bij iemand in de ruimte bent, dan kan het zijn dat iemand die bijvoorbeeld naast jou zit, die met bepaalde klachten kan, dus hoofdpijn of stress of onrust, dat jij dat als een spons op je neemt. Nou, dat is af en toe best een uitdaging, dat je die energieën ervaart. Nou, ook daar zal ik een keer echt een webinar speciaal voor de HSP'ers onder ons doen. En hierbij gaat het dus heel erg over om dus die spons eigenlijk wat meer te kanaliseren en alleen dat wat nodig is dat je dat opneemt. Dus dat wat dienend is voor jouw systeem opnemen. Daar zal ik zo direct ook aandacht aan besteden. Dus hoe werkt het dan op afstand? Op afstand is het eigenlijk hetzelfde. Want als je aan elkaar denkt, heb je die verbinding. Maar je hebt soms ook momenten dat je aan iemand denkt, waar je bijvoorbeeld een issue mee hebt gehad of boosheid mee hebt gehad. Ja, als jij je huidige lijntje gebruikt, dan kun je je voorstellen dat daar dus ook negatieve energie soms doorheen stroomt. Nou, die negatieve energie, dat wil je natuurlijk niet. Dus wat doe je bij een healing op afstand? Dan zorg ik dat eigenlijk, dus ik als het ware met een stekkertje ingeplugd ben in het universum. Die energie die stroomt door. En op het moment dat jij ook ja zegt, en dat ga ik zo vragen natuurlijk tijdens dit webinar. Op het moment dat je ja zegt, dan kun je aangeven van ja, wil dit graag ontvangen. Kun je voorstellen dat dat verbindingslijntje loopt. En door dat verbindingslijntje stroomt alleen maar positieve energie. En dat is voor jouw systeem ten behoeve van jouw zelfhelingsvermogen. Je hebt natuurlijk ook je eigen lijntje. Voor de mensen die al aangeven dat ze al Reiki 1 en 2 of healing hebben gedaan. Of misschien wel de opleiding tot holistisch therapeut of spiritual coach bij Zoma volgen. Ja, die zijn dat al wat meer gewend. Maar weet ook dat je ook je eigen verbinding altijd kunt gebruiken tijdens deze webinars. Nou goed, dus dat is even de setting voor de healing. Dat gebruik ik altijd. En daarbij maak ik ook altijd gebruik van edelstenen. Dit is de bergkristal. Die gebruik ik voor het afvoeren van negatieve energie. En de golden acestulite, oftewel de gouden acestuliet. En dat is eigenlijk om energie op te nemen. Voor de mensen die vanavond kijken, die nu kijken, maar dit vanavond volgen, weet dat ik ook dat energie ook werkt over tijd heen. En hoe ervaar je dat? Bijvoorbeeld als je iemand in de toekomst ook succes wenst met iets. Vanuit heling kun je je voorstellen dat ze zeggen, oh ja, eigenlijk is alles in het nu. En je kunt je verleden behandelen, je kunt je toekomst behandelen, je kunt het nu zijn. En zo ook mensen die later aanhaken, kunnen dus ook inchecken op de energie. Dus dat is misschien ook mooi om daarin dus ook voor de mensen die nu kijken, maar het inmiddels al vanavond is, of misschien een andere dag, dat dat zo werkt. Goed, het thema van vandaag is zelfliefde. Zelfliefde is een hele belangrijke. En ik ga hem dus ook dit keer wat interactiever maken voor iedereen die live erbij is. Je kan dus ook lekker gaan reageren op de chat, want ik maak er wat meer een nou ja, soort van speelse quiz in het begin even van. En waarom doe ik dat? Om het wat meer te laten leven. Want zelfliefde kunnen we natuurlijk vanuit de basis bekijken, maar die kun je ook vanuit alle holistische lagen bekijken. En dat vind ik belangrijk. Waarom? Omdat het vrij gebruikelijk is dat je tegenwoordig hoort, oh ja, maar ik heb wel zelfliefde hoor. Maar als je dat dan verder doorvraagt op alle holistische lagen, dan zie je nog wel eens, oh ja, nee, maar op lichamelijk gebied zorg ik eigenlijk niet zo goed voor mij. Of ik ben niet zo goed in het reguleren van emoties. En op dat vlak vind ik het lastiger. Dus daarom ga ik hem in de breedte pakken. En ik neem ook de seizoenen erin mee. En dan niet de seizoenen waarin we nu leven, maar ik noem het de emotionele seizoenen in je leven. Daar ga ik daarna wat over vertellen. En natuurlijk dan nog de healing. Dus we gaan lekker door. Kan het zijn dat je het nu al voelt? Ja, zeker weten. Want ik was al flink aan de slag. Goed.
Dan, nou ja, als je pen en papier erbij wil hebben, mag het. Maar je kan het ook wat dat betreft gewoon aangeven in de chat. De test. Eerst begin ik met holisme, want er zitten ook een aantal nieuwe mensen bij. Dus voor wat betreft holisme wil ik aangeven dat je vijf verschillende lagen hebt. Holisme betekent eigenlijk niets anders dan jij bent één grote puzzel. Jij als mens bestaat uit allerlei niveaus. En al die niveaus tezamen volgen, vormen jou als één geheel. Nou, welke vijf niveaus heb je? Je hebt jouw fysieke lichaam, dus jouw lijf. Je hebt je emoties en je emotieregulering, daar ga ik zo nog op in. Je mentale niveau, dus alles wat er in je hoofd gebeurt. Je energiehuishouding, dus energetisch niveau. En je spirituele niveau, wie jij in wezen bent, dus jou als ziel. Daarbij is het belangrijk dat je de laatste 100 jaar, dus zeker met de industriële opkomst, dus ook misschien wel ietsjes langer dan 100 jaar, zie je vooral de focus verschuiven naar het fysieke niveau. En dus als je kijkt, ook in de oude wetenschap, zag je dat al die vijf niveaus eigenlijk heel gebruikelijk waren. Holos is ook echt het woord wat de oude Grieken en de Romeinen ook gebruikten. En dat betekende jou als mens zijn. Je ziel, je lichaam, je geest, eigenlijk alles bij elkaar. Op een gegeven moment werd dat wat meer eraf gehaald, op het moment dat die wetenschap erbij kwam. Weten, meten is weten. Dus op het moment dat de wetenschap erbij kwam, zag je ook dat er veel meer werd gekeken. Ja, maar ik denk, dus ik ben. Dus ik denk vanuit het lichaam. Ik benader thema's vooral als het niet bewezen is, bestaat het er niet. Dus zag je dat al die andere niveaus wat eigenlijk naar de achtergrond geschoven werden. Jammer, want dat maakt dus ook dat mensen met een burn-out, misschien ook gelijk een vraag, mensen die te maken hebben gehad met burn-out of stress of iets dergelijks, dat zit vaak ook in de andere lagen, maar dat merk je als laatste in je fysieke laag. Hè? Dus je merkt misschien bepaalde moeheid, bepaalde klachten in je lichaam, maar eigenlijk ontstaat het op andere lagen. Dus als je dus vanuit deze medische wetenschap alleen maar lichamelijk bekijkt, dan zie je dus ook, en burn-out is een heel groot probleem op dit moment in Nederland, zoals je weet. 1 op de 5 mensen heeft te maken met een burn-out. En dan heb ik het nog niet eens over de opkomst van burn-out en stress bij jongeren. Dat dat dus in al die andere niveaus ontstaat. Goed, dan gaan we wat meer inzoomen op die holistische niveaus. Ik zei al even, we gaan het hebben over zelfliefde. En als we zelfliefde naast die vijf niveaus gaan leggen, dan zie je dus ook dat het belangrijk is om te kijken, oh ja, ervaar ik dat ook eigenlijk in al die vijf lagen? En dan gaat het er niet om de juiste antwoorden te geven of antwoorden te geven vanuit erkenning of vanuit het idee, ja, ik wil dat graag wel voelen, maar ik voel dat niet. Zo direct gaat het erover, en dat hoor ik eigenlijk steeds in de webinars terug, goh Marlijn, ook al zitten we met zoveel mensen bij elkaar, het voelt zo veilig, het voelt zo vertrouwd. Ja, en dat komt omdat we de oordelen hier weghalen. Ik kijk naar jou in essentie, ik zie je niet, maar ergens voel ik je wel, want die verbinding is er natuurlijk gewoon. Maar gaat het erover dat we eerlijk met elkaar kunnen zijn in wat er speelt? Dus vorige keer heb ik ook veel gedeeld over bijvoorbeeld mijn relatiebreuk en de thema's waar ik op dat moment mee liep. En zo ook zal ik elke maand ook wat delen wat er op dat moment speelt. En dat maakt ook om in die zin eigenlijk die drempels te verlagen om juist heel erg jezelf te zijn met alles wat is. Want daar is waar holisme ook over gaat, is te zijn met waar je in zit op dat moment. En dus ook eerlijk te zijn in al die niveaus. Goed. Zelfliefde op fysiek niveau. Dan ga ik hem aan je vragen. En wat ik eigenlijk wil doen in deze test is jezelf eens een cijfer geven waarbij 10 je echt denkt, ja, hier doe ik echt vet goed aan zelfliefde. En 0 eigenlijk niet goed, of eigenlijk zo slecht mogelijk. En je mag natuurlijk tussen al die niveaus, van 0 tot 10, mag je die niveaus zo direct gaan bepalen. Zelfliefde. Zelfliefde op fysiek niveau gaat over het goed zorgen voor jouw lichaam. Het goed zorgen voor je lichaam. En je kunt je voorstellen dat het gaat natuurlijk over een aantal basale dingen. Het gaat over slaap. Dat gaat over je voedingspatroon, wat je eet. Dat gaat over in hoeverre je beweegt. Het gaat ook over hoe je verder voor je lichaam zorgt. Of je goed naar je lichaam kan luisteren. Ik had gisteren van iemand een vraag. Die had meegedaan afgelopen maandag aan een webinar die ik gaf. Naar aanleiding van de spiritual
ontwaakcursus. En ik kreeg daarna een vraag van, goh, ik voelde moeheid. Hoe kan ik die moeheid wegkrijgen? Natuurlijk is dat een logische vraag, want dat wil je niet. Maar ik heb daarop geantwoord van, ja, maar hoe zou het zijn als je niet zozeer gaat kijken hoe ik dat kan elimineren, maar misschien is het wel iets van je lichaam wat aangeeft, hey, ik ervaar nu moeheid, kan ik daaraan toegeven? Kan ik misschien eens eerder naar bed? Kan ik eens kijken hoe druk mijn agenda is? Ben ik misschien mezelf in bepaalde vlakken voorbijgelopen? En hierbij is denk ik ook weer het, ja, ik noem maar weer even een soort van gulden middenweg ook belangrijk. Je hebt mensen die helemaal doorslaan in bijvoorbeeld het sporten of in helemaal doorslaan in misschien bepaalde voedingspatronen of niet eten of hey, je hebt natuurlijk van allerlei manieren. Maar voor mij gaat het over voor jouzelf maatwerk wat voor jou werkt. Ja, dus dat is denk ik ook belangrijk. Dus ik zal ook eerlijk zeggen dat ik zo een beetje de, nou, zeg de 70-30 regel aanhoud. De 80-20, 80% eet ik gezond en 20% zijn er ook momenten dat ik denk, dikke doei, ik ga lekker uit eten en maakt me allemaal even niet uit. Waarom doe ik dat? Omdat ik weet, oh ja, dan blijft voor mij het leven ook leuk. Dus voel voor jezelf, hey, hoe zie ik dat? Hoe ervaar ik dat? Welk cijfer geef je jezelf wat betreft zelfliefde? Dus ook het luisteren naar jezelf. En die vind ik vooral heel erg belangrijk. Het luisteren naar wat je nodig hebt en daar ook naar handelen. Als je kijkt op zelfliefde, welk cijfer geef je jezelf? Nou, kijk, er komen al heel wat cijfers binnen. Een 5, een 6. 9. Oh, kijk, er zitten ook wel wat hele goede cijfers tussen. 9, een 4, een 7. Nou, dit is geen vergelijking, hè? Dus het maakt niet uit wat anderen doen. Jij zit hier puur voor jezelf en ik ben hier voor jou. Dus het maakt niet uit welk cijfer het is. Het is echt voor jezelf. Oké. Variërend tussen de 9 en de 4 zie ik een beetje voorbij komen. 7, 8, 7, 8, 4. Oké. Mooi om dit te weten. Dus noteer hem eventjes. Of in je telefoon of ergens op een schriftje. Weet je, want dan hou je het in de gaten. Goed ook om te weten van, hey, oké, slapen is een uitdaging. Oké, dat is ook wel interessant om te zien van, oké, wat heb ik hierin nodig? Inderdaad, het kan ook afhangen van de dag, José. Je zegt de ene keer een 8, de andere keer een 5. Maar kijk of je op een bepaald gemiddelde uit kan komen. Want ik zeg hierbij ook, dit is misschien even voor alle dames die aanwezig zijn. We hebben natuurlijk onze cyclus. De heren weten dat natuurlijk ook, maar even voor de dames, je hebt natuurlijk nu een cyclus. Week 1, als je menstruatie hebt. Week 2, heb je meer energie. Week 3, ben je meer in een soort van moederenergie. Week 4 is de week voor je menstruatie. In die weken heb je vaak ook minder energie. In week 1 en in week 4. Is dat erg? Nee, dat is iets wat gewoon misschien wel bij jouw constitutie, bij jouw persoon, bij jouw systeem hoort. Is dus niet erg. Maar het gaat er dus ook om. Kan ik lichamelijk mezelf geven wat ik nodig heb op dat moment? Dus als jij in week 4 zit en je bent in een crumpy vibe, is het belangrijk dat je daar dus naar kan luisteren en dus daar ook ruimte voor geeft. Snap je? Dus die wisseling is ook heel normaal dan, maar het gaat er ook om hoe ga ik met mezelf om vanuit zelfliefde met die niveaus. Het tweede niveau. Dank jullie wel voor alle cijfers. Het emotionele niveau. Emotionele niveau gaat over, ook voor de mensen die s'avonds meedoen, hè, schrijf ook eventjes jouw nummer op. Het emotionele niveau gaat over jouw emotieregulatie. In hoeverre kan jij en voel je je veilig genoeg om die emoties te laten zijn en kan je daar ruimte aan geven? De zelfliefde over emotioneel niveau is, gaat ook over hulp vragen. Gaat ook over in verbinding zijn met anderen. Gaat ook over als je verdriet voelt, kan ik dat op dat moment er laten zijn? Of ben ik dat als een gek met allerlei overlevingsmechanismes aan het wegdrukken? Want ik mag misschien bij mijn kinderen of bij ouders of in de supermarkt mag ik dat verdriet niet laten zien. Ben ik het aan het onderdrukken? Dus kijk ook voor jezelf, hey, hoe gezond ben ik in dat stukje zelfliefde? En op emotioneel niveau, hoe emotioneel veilig kom ik voor mezelf opdagen? Dit is er zo direct ook één die ik bij de seizoenen ga herhalen. Dan komen de cijfers binnen. Moeite om hulp te vragen komt hier naar voren. Ja, dat zijn ook dingen die je kunt aangeven of ervaren. Ja, mooi. Fijn, jullie cijfers. Dank jullie wel. Ja. Dus dan weet je ook, heb ik, je krijgt op een gegeven moment zo'n soort van cijferlijstje.
Nogmaals, het gaat niet over het oordeel. Het gaat gewoon op dit moment inchecken bij jezelf. Hoe gaat het op het gebied van zelfliefde met mij? Heel goed. Dan hebben wij het derde niveau. Je spirituele, of je mentale niveau. Je mentale niveau. En mentale niveau, zelfliefde, gaat ook over, hey, hoe denk ik eigenlijk over mezelf? En die vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste. En ook hoe veel ruimte geef ik aan negatieve gedachten. En ik denk dat daarbij ook een belangrijke is welk verhaal vertel ik mezelf? Dus wat geloof ik? Wat ben ik gaan geloven? Dus wat mijn verhaal was, wat ik vaak vertelde, was: ja, mensen zitten toch niet op mij te wachten. Ik voel me niet goed genoeg. Mag ik er wel echt zijn? Ergens denk ik ook wel een soort van behoefte naar erkenning. Dus op mentaal niveau merkte ik heel erg dat er dus ook bepaalde overtuigingen waren. Als ik niet elke dag 8 uur minimaal werk, dan ben ik niet hard genoeg bezig met mijn zielsmissie. Of als ik niet al die to-do's af heb, dan mag ik niet rustig zitten op de bank. Nou, dat zijn voorbeelden die je kunt ervaren, hoe streng je kunt zijn voor jezelf. Dus mentaal gaat het er ook over om een stukje zelfonderzoek. Het stukje zelfonderzoek is op je bewustzijnsreis, dus ook voor de mensen die misschien net je bewustzijnsreis bezig zijn, dus een soort van spiritueel ontwaken, is dat stukje zelfonderzoek heel belangrijk. Hé, welke gedachten denk ik eigenlijk vaker die niet dienend zijn voor mij? Hè, als ik wel eens gedachten opschrijf die ik over mezelf heb, en ik zou me kunnen voorstellen dat ik dat tegen mijn beste vriendin zou zeggen. Nou, een paar jaar geleden was dat niet al te best. He, dus de negatieve gedachten, de negatieve stemmetjes. Nou, ik zie hier inderdaad reacties terugkomen. Ik kan best wel veel eisen naar mezelf zijn. Ik voel me soms niet goed genoeg. Nou, dit zijn dus belangrijke thema's om te weten. Zelfonderzoek is de sleutel. Waarom? Omdat als je weet wat er speelt in jezelf, kun je het veranderen. Is dat soms hardnekkig? Jazeker. Heb ik nu nou ja, wat is het? Ik ben vanaf mijn 16e bezig. Ik ben nu 41. Dus al best wel een tijdje bezig. 25 jaar nu. Ja, dus 25 jaar bezig. Kan ik na 25 jaar zeggen, zijn alle stemmetjes weg? Nee hoor. En ik zal ongetwijfeld mijn hele leven nog hiermee bezig zijn. Maar belangrijk om zelfonderzoek te hebben. Van oké, okay, welk verhaal vertel ik mezelf? En wat zit daar aan gekoppeld? Inderdaad, Danielle, jij zegt heel mooi, veel negatieve gedachten door angst. Ja, dus dat zit dus dan gekoppeld ook aan emoties. Al die niveaus hebben natuurlijk ook met elkaar te maken. Dus je mag jezelf een cijfer geven. Perfectionisme vind ik een goede, Hanneke. Ik zou zeggen bij het mentale niveau, want hij ontstaat door de gedachte streng zijn, een levensverhaal bezig. Ik ben 18, of moet ik het omdraaien? Die snap ik even niet goed, Walter. Dus misschien dat je de vraag nog een keer kan stellen. Gaan we naar het vierde niveau, het energetisch niveau. Dank jullie wel ook weer voor de cijfers. Schrijf hem ook weer even op. Energetisch niveau. Energetisch niveau gaat over je energiehuishouding. Ook gaat dit over, hè, als je het vanuit zelfliefde bekijkt, hoe is mijn energiehuishouding vanuit zelfliefde bekeken? En dit is ook weer een belangrijke, want energiehuishouding is vaak een ondergeschoven kindje. Vooral voor alle mensen die zich herkennen in HSP, die herkennen zich in veel energie waarnemen, opnemen. Hierbij is het een belangrijke om te kijken, hoe is het gesteld met mijn energiehuishouding in dat wat ik geef en in dat wat ik ontvang. Hè, dus dat kun je zien, maar ook in waar krijg ik energie van. En wat geeft nou energie wat ik aan het doen ben? He, dus stel dat jij in een baan zit waar jij weinig energie van krijgt, kun je voorstellen dat je vanuit zelfliefde bekeken kunt zien, ja, als ik iets blijf doen wat ik echt niet leuk vind, ja, is dat misschien wel echt een grote straf? Kun je vanuit zelfliefde zeggen, ja, is dat dan inderdaad het zelfliefde? Of kan ik vanuit zelfliefde zien, ja, deze baan is voor mij belangrijk, dit ga ik doen, ga ik er anders in zitten? En zie ik dat ik van daaruit goed voor mezelf kan zorgen of voor anderen. Maar zelfliefde heeft dus ook heel erg te maken met hoe goed zorg ik voor mezelf. En nou, voor de mensen die mij wat langer kennen, vanuit het hoogsensitieve stuk, ben ik echt wel een emotionele rustzoeker. Dus dat betekent, of een, sorry, een HSP-type, een
een rustzoeker op extravert niveau, ik moet het goed zeggen, een extraverte rustzoeker. Dus ik heb vaak één voet op de rem en één voet op het gaspedaal. En dat kan dus maken dat ik op het moment dat ik in mijn, als je die fase hebt van jouw menstruatiecyclus en je zit in fase 2, dat je denkt, oh yes, ik ga die agenda lekker vol plannen. Woehoe. En dan ga ik dan naar de Efteling en dan ga ik dit doen en dan ga ik zus doen. Dan kun je vragen, is het een vorm van zelfliefde op het moment dat ik zo'n week heb met zoveel ook leuke dingen. Hè? Iemand zei mij ooit, ja Marlijn, in rozenblaadje kun je ook verdrinken. Dus ook met allerlei leuke dingen waar je op een gegeven moment wat heel veel energie gaat kosten. Dat je op een gegeven moment soort van uit de bocht vliegt. En dat je denkt, poeh, dit was een beetje veel. En ik ben nu extreem overprikkeld. Ja, ben ik dan meegegaan vanuit zelfliefde? Of is er toch nog een oud patroon wat misschien wel draait? Dus ook hierin is het goed om te kijken, om daarin mee te gaan. Ik zie hier mensen zeggen, herkenbaar. Ja, zo herkenbaar. De rem en het gaspedaal. Ja, en ook hierbij weer, zelfonderzoek is alles. Dus als ik naar de Efteling ga, en geloof me, ik hou daarvan. Ik hou enorm van de Efteling. Ik vind het superleuk. Ik ben net een kleuter die daar samen met mijn dochter in loopt. Superleuk, maar de dag daarna moet ik echt pauze nemen en rust nemen. En op het moment dat je vanuit dus die zelfonderzoek, vanuit die zelfliefde dus kan zien, oké, dit werkt voor mij en dit werkt niet voor mij, hoe meer je daarop aanpast, ja, hoe meer je daar ook op kan schakelen. Ik zie al heel veel cijfers voorbij komen. Komt u maar met de cijfers. Energetisch, waar zitten jullie? Voor iedereen met een lager cijfer, nou, je kan je lol op met zo direct natuurlijk ook een behandeling. Goed. Yes, heel wat cijfers. Ja, fijne combinatie. Ja. Oké, supermooi. Heel wat cijfers komen binnen. Dan ga ik naar het laatste niveau. En het laatste niveau is het spirituele niveau. En het spirituele niveau gaat over jouw ziel en jouw zijn, jouw kern, wie jij in wezen bent. En wie jij in wezen bent, kun je je voorstellen dat je vanuit zelfliefde daar steeds meer trouw naar bent. Dus dat je trouw bent naar wie jij in essentie bent. En dat is soms best lastig. En dan komen we ook weer met het magische woord zelfonderzoek. Dus ook mensen in de opleiding tot holistische therapeut en spiritual coaching. Die weten het inmiddels. Nou, daar werken natuurlijk ook veel aan in de opleidingen. Maar het gaat weer even, wie ben ik dan als ik helemaal thuis ben bij mezelf? Als ik helemaal incheck bij mezelf? Ja, wat is dan belangrijk voor mij? En ik noem dat vaak ook mijn zielsmissie die eraan verbonden is. Maar misschien vind jij dat een wat zweviger woord. Zou je meer zeggen van, nou, het is mijn levenspad, mijn levensmissie. Wat kom ik hier op aarde doen? En daar gaat het dus ook om, van in hoeverre kan ik helemaal trouw zijn aan daar waar mijn hartje sneller van gaat kloppen. Hè? Als ik een moment wat aardser maak, waar word je hartje blij van? En volg je echt waar je hart ligt? En doe je de dingen die voor jou belangrijk zijn? Dus zelfliefde vanuit zielsniveau gaat dus ook helemaal trouw zijn aan die stukken. En als we het hebben over zelfonderzoek, gaat het dus ook over de diepere trauma's, de diepere pijnen die je hebt, de diepere stukken die je nog aan te kijken hebt. Heb je daarover voor? Kan je dat helen? Kun je daar naartoe? Kan je daar in verbinding zijn? Nou hier zeg jij, Anita, ik beweeg naar mijn zielsmissie door de opleiding holistisch therapeut om te doen. Nou, supermooi. En Juliette, jij zegt ook mooi, Anita, ik ook. En Jacqueline, jij zegt het blijft moeilijk om toe te geven aan mijn hartsverlangen. Ja, en de vraag is, blijft het moeilijk om je daaraan toe te geven of blijft het lastig om dat te volgen? He, want iets weten is één ding. En iets volgen is iets anders. Hè? Dus daarin is ook verschil in, ja, ik weet het wel, ik weet wel dat het goed voor me is, maar volg ik het ook daadwerkelijk? Even opnieuw. Ja. Het blijft moeilijk, geef je aan, Karin, in combinatie met de mensen om je heen. Marieke, jij zegt echt zoekende als iemand die me de vraag stelt, wat vind je nu echt leuk of waar word je nu blij van? Dan zou ik het oprecht niet weten. Ik ben zo zoekende. Dat is misschien ook mooi om zo direct mee te nemen. Blijft moeilijk om werkelijk de fysieke wereld met de spirituele zielsmissie te combineren. Bijna niet uit mijn woorden. Op zoek naar mezelf, zeg jij, Suus, ook met behulp van Zoma. En Carolien, jij zegt een hele mooie. Mooi besef dat de cijfers vooral te maken hebben met patronen. Ja, dus je mag nu een cijfer gaan geven voor jouw spirituele niveaus. Kan jij eigenlijk
Dus mijn vraag aan jou is vanuit zelfliefde bekijken. Ben jij trouw aan dat ook wat jouw ziel wil en de weg waar jij toe gaat? En misschien zeg je, ja, maar ik ben net startend. Moet ik dan een laag cijfer geven? Nee, het gaat erom dat je voelt van, oh ja, ik weet wat ik te doen heb en daar wil ik naar luisteren. Of daar wil ik naar toe. Of ik volg mijn hart. En het gaat dus ook om van, hé, daar ben ik inderdaad. Oh, kijk, de cijfers gaan me komen. Daar ben ik flink mee bezig. Ik volg de opleiding. Ja, mooi om dit ook te zien. Goed, cijfers hebben we in beeld. Ga even kijken als je alle cijfers bij elkaar optelt, delen door 5. Als je een rekenmachientje erbij wil pakken, dan kan je dat natuurlijk doen. Of reken het even simpel uit. Maar waar zit je? Waar zit je gemiddeld? Cecilia zegt dat je vanavond verder kijkt. Ja, sommige mensen moeten ook gewoon weer door met werken. Want het is natuurlijk de ochtend. Hier, een 7,1, een 8,5. Iemand die hier start met de opleiding, zeg jij Sam. Even kijken, een 5, een 6, een 5,2, een 4,2, een 8. Oké. Okay. Hier komen heel wat cijfers binnen. Nou, fijn om dit te weten. Dan zie je even waar je gemiddelde zit. Zit je gemiddelde voldoende, onvoldoende, ruim voldoende? En ook hierin, het gaat niet over goed of fout. Het gaat niet over. Het gaat over, hey, oké, okay, interessant, zelfliefde. Ik volg nu een webinar voor zelfliefde. Supergoed. Dus hartstikke mooi dat je ingecheckt bent. En daar dus ook de komende tijd lekker aandacht aan gaan besteden. En dan heb ik het over, dan wil ik de link ook maken naar de seizoenen. De seizoenen in het leven. En dit is ook een open vraag die ik jullie ga stellen. Want het cijfer wat je net hebt gegeven, kan ook te maken hebben in welk seizoen je op dit moment bevindt. Er zijn dus 4 seizoenen, nou, dat weten we natuurlijk, de lente, de zomer, de herfst en de winter. En je kunt je voorstellen vanuit het shamanistische perspectief, vanuit het levenswiel, loop jij ook in je leven door al die verschillende fasen heen. En die ga ik ook meenemen. De lente. De lente gaat over een fase in je leven. En ik zeg ook even bij, dat hoeft dus niet gepaard te gaan met de meteorologische lente. Het is wel over het algemeen zo dat als het lente wordt, mensen weer wat vrolijker worden. Dus dat ze wat meer naar de lente toe bewegen. En dus vanuit de oorsprong zou je kunnen voorstellen dat dat jaar met de seizoenen meebewegen iets is wat vanuit. Wat vanuit de seizoenen eigenlijk heel mooi is om te doen. Dat zie je ook mensen doen. Hè, met de lente gaan ze langzamerhand naar buiten. Met de zomer misschien wel meer. Met de herfst zie je ook, hè, als je kijkt naar de boeren op het land, dan gaan ze oogsten. En in de winter is er iets wat dus terugtrekt en wat mensen ook wat meer naar binnen gaan. Ja, dus je ziet ook natuurlijk gezien, volgen wij de flow vanuit het universum. En ik wil eigenlijk zeggen, het is eigenlijk de flow vanuit het leven. Dus hoe mooi is het om met het leven mee te bewegen. Dit vind ik een hele belangrijke. Want als je het hebt over zelfliefde en als je het hebt over jouw spirituele niveau, dan gaat vanuit zelfliefde het ook over: kan ik ja zeggen tegen het leven, ook al zit ik soms in een metaforisch gezien de winter? En dit is een interessante, want veel mensen zeggen dan nee, omdat ze dat niet fijn vinden. Dat ga ik ook even uitleggen over, nou, ook eigenlijk het verschil. In al de niveaus waar wij in leven. Je hebt je persoonlijke niveau, dus wat jij ervaart. Dus stel, je maakt een overlijden mee van iemand in jouw omgeving. Dan ga je door een winter. Dan ga je door een rouwproces. Dat is lastig. Je hebt ook iets vanuit de familie, het systeem waar je in zit. Misschien is het wel een systeem wat te maken heeft met veel depressies, met veel zwaarte. En dat het systeem om jou heen wat meer vaker leeft in de winter. En stel dat jij dan in je lente wil gaan zitten, dus in de blijdschap wil zitten, in die fase, is het soms best lastig om dus trouw te zijn in jouw lente. Dus dat kan een uitdaging zijn van jou in je systeem van familie en vrienden om je heen. Dan heb je ook het mondiale niveau, het wereldniveau waarin wij ons bevinden. Je zou wel kunnen zeggen dat wij eigenlijk best wel in een wintertijd zitten. De oorlogen die er zijn, alle pijn wat er is, is een ontzettende vorm van vervreemding, ook door alle AI-tools en alles wat er is. Mensen raken wat meer uit verbinding, die gaan weg bij zichzelf. Dus je kunt je voorstellen, dan is er een soort van die metaforische winter gewoon om je heen. En dat vraagt dus ook in die winter om je heen om te blijven verbinden met jezelf. En dus ook te blijven verbinden met een groep van gelijkgestemden waar jij je aan kan verbinden. En dat is er eentje die ik er dus nog tussen wil zetten. En dat is jouw tribe.
Nou, dat is dit ook. Hè. Dit is ook een vorm vanuit Zoma, vanuit wat ik doe, is ook een vorm van een tribe. Is een tribe van gelijkgestemden. En in die gelijkgestemden gaat het dus ook heel erg over, ja, mag er alles zijn wat er is en mag ik dus meebewegen met alle seizoenen die er zijn. Ik ben heel erg open geweest op Instagram en ook de afgelopen webinar dat ik best wel in de winter zit. En ik ga de fase nog één keer even goed uitleggen voordat ik in diepte daar iemand over wil zeggen. En we natuurlijk ook nog naar een fijne healing gaan. De lente gaat dus over dat je in een fase zit waar je je fijn voelt, waar je fris voelt, waar je nieuwe intenties gaat zetten. Waar je denkt, ja, yeah, weet je wel, ik kan het leven aan. En dat zie je vaak bij kinderen. Die zijn nog lekker onbevangen, helemaal. Weet je, ook voor de mensen die bijvoorbeeld ook in de opleiding zitten en die misschien denken aan een nieuwe praktijk. Dus helemaal dat joepie-achtige feestje. En je denkt, ja, yeah, weet je, ik ga er lekker voor. Dan komt op een gegeven moment de zomer. De zomer is ergens fijn, want het is ook die warmte. Maar ook de zomer staat ook voor extremen. Dat vergeten we nog wel eens. Want denk maar aan de mega overstromingen. Die komen ook vaak in de zomer. Maar ook het extreme weer met veel onweer. Hele hitte, hele erg warmte wat komt. Nou, dat is, er zijn ook de uitdagingen die je hebt. Dus stel dat we het hebben over jouw spirituele ontwikkeling en over zelfliefde, gaat de lente dus over. Nou ja, stel dat je ook verliefd zou worden, is de lente, oh, dat is allemaal fijn en leuk. En oh ja, ik ben spiritueel aan het ontwaken. En oh, wat gaaf om mensen te leren kennen. Dus er zit een enthousiasme. Dan kom je in de zomer, daar ga je dus ook te maken krijgen met tests. Hè? Dus je hebt zoiets van, nou, ik heb het nodige aan zelfontwikkeling gedaan. Het voelt fijn, het voelt goed. En op een gegeven moment krijg je een test van het universum. En je denkt, oké, je hebt je eerste breukje in een relatie, wat minder fijn is. Je eerste ruzie is, je eerste stukken die komen. Dan word je getest. Dus de zomer gaat echt over de testfase. En wordt ook je zielsmissie bijvoorbeeld nog getest, je hartsverlangen wel getest. Wil je het echt wel? Wil ik het echt wel? Dus het universum gaat je ook meer testen. Als je die fase doorheen bent, kom je in de herfst. Nou, iemand zegt hier ook, de lente en de herfst zijn mijn favoriete seizoenen. Kijk, daar komt hij. Want in de herfst ga je namelijk oogsten wat je hebt gezaaid. Denk ook echt even metaforisch aan de boeren die dan alles van het land gaan afhalen. Ga je eigenlijk verzamelen voor en je voorbereiden voor de winter. Dus je gaat dingen loslaten, je gaat de vruchten plukken. En in de herfst kan er een moment zijn dat je denkt, oh, super lekker joh, dit gaat echt vet goed. Dus zo komt er ook een stukje overmoedigheid. En je denkt, ja, yeah, weet je wel, ik own dit, is super fijn en helemaal lekker. En bam, weet je, dus er zit ook weer die fijne, hoge energie. Maar na de herfst, als je kijkt ook in de seizoenen, komt de winter. De winter gaat natuurlijk over het terugtrekken van de natuur. En dan zie je ook de blaadjes, die zijn echt wel van de bomen. Er komt extreme kou. En dan komen ook fases rondom rouw, rondom pijn. En die momenten kunnen soms super pijnlijk zijn, super heftig zijn. Misschien ook wel fases waar je juist heel erg gaat twijfelen. Dus waar je in de herfst zat in, oei, weet je, kom maar op met leven, gaat de winter echt over, ja, ik weet eigenlijk niet of ik het wel zie zitten. Ik weet eigenlijk niet of ik er wel goed aan doe. Je gaat twijfelen, je gaat in moeilijkheid zitten van het leven. Maar daar zit dus ook een kans. Want hier in de winter zit ook de kans om spieren weer te kweken voor langzamerhand de zomer. Dus je zou kunnen zeggen dat in de winter ook de zaadjes worden gelegd. De zaadjes voor weer nieuwe transitie. Dus mensen die bijvoorbeeld in een midlife crisis zitten, die komen na die winter, zeg maar, na die crisis, na die crisis, komen ze daarna weer in de lente en gaan ze weer door. En dan zie je, oh ja, ik ben zo'n ander mens geworden. Dit is ook zijn de grootste transformatie waarin je merkt, oh ja, hier word ik een andere versie weer van mezelf. En deze fase maken we allemaal mee in ons leven. Allemaal. In allerlei fasen, allemaal kriskras door elkaar. Dus heb je je eigen fase. Je hebt de fase waarin je familie zit. Je hebt de fase ook waarin jouw tribe, jouw gelijkgestemde, jouw community zit. En ook mondiaal wat er allemaal is. Dus daar heb je je allemaal toe te verhouden. En de kunst is eigenlijk om dus heel erg trouw te blijven ook aan de fase waarin je zit.
Maar dan komt het. Op het moment dat er ook verwachtingen zijn van buitenaf, en dit is een interessante, wat je dus ziet gebeuren rondom social media, hè, dus de Instagram, zie je vooral de happy vibes. Dus je ziet vooral de lente en de herfst. Dus de lente en de herfst. En dat maakt dus dat je voelt en ervaart dat mensen op een gegeven moment de zomer willen overslaan, de winter willen overslaan. Wie herkent dit? Ja, hier kijk, hier zie je ook. Heel goed, ja, klopt wat je zegt. Yes, yes, heel erg. Ja. Dus je wil het overslaan. En als je dingen wil gaan overslaan, dan ga je op een gegeven moment wat dingen onderdrukken. Dus de mensen die ook een wat lager cijfer hadden in het zelfliefde, het gaat nogmaals niet over goed of slecht, want ik zit hier gewoon voor jullie. Maar dan kun je dus zien dat je waarschijnlijk ook iets hebt overgeslagen rondom de zomer en de winter. En een stukje eenzaamheid, misschien wel die pijn. Dus het is mooi ook om te ervaren hoe het is. Inderdaad, Chantal, jij zegt het onrealistische beeld van social media. Ja, het nieuw leven is, Linda, jij zegt ik trek de laatste kaarten, thema rondom vernieuwing. Ja, je zou kunnen zeggen het zit een beetje tussen de winter en de lente in. Dus belangrijk is hier aan trouw te zijn aan al die seizoenen. En daar wil ik zo direct ook aandacht aan besteden om met jullie door die seizoenen te lopen, door die lagen van zelfliefde die wij net hebben ervaren, om daar aandacht aan te besteden van hey, hoe gaat het nu eigenlijk echt met jullie? En wat ervaar je en wat heb je nodig in al die seizoenen? En hier komt de grootste daad van zelfliefde. Kan ik in al die seizoenen, kan ik dan veilig blijven komen opdagen voor mezelf? En veilig komen opdagen in mezelf, voor mezelf. Is kan ik in al die fases er zijn? En kan ik daar ook ja tegen zeggen? He, want het zou een beetje gek zijn als er iemand overlijdt en je wil maar altijd blijven toppen in de lente. En je wil maar altijd blijven toppen in de zomer. Of je hebt die burn-out. Je wil maar altijd, je wil eigenlijk ontkennen dat er misschien wel een winter ligt. Maar die winter is nodig zodat er nieuwe zaadjes komen en een nieuwe versie komt waarin jij niet meer in de burn-out gaat. Dus laat maar even weten, waar zitten jullie? Welk seizoen in je leven zit je op dit moment? Komt u maar. Hier, winter, winter, winter. Kijk, er komt wat. Is het dus ook in de winter? Lente, hoe? Komt al heel wat voorbij. Herfst, sommige. Ja. En zo zie je dus. Er zijn wel veel wintertjes aanwezig. Net zoals ik. ook veel lentes al die al lekker in het begin van de lente zitten. Nou, ik zie wel trouwens de eerste sneeuwklokjes zitten. Hier en daar van seizoen naar seizoen. Ja, mooi. Dank jullie wel ook voor het delen. En ook voor de mensen die nu s'avonds kijken. Deel het met mij waar je zit. Goed. Ja. Ja, mooi. Dank jullie wel voor het teruggeven. Dit is dus heel belangrijk om dus te voelen waar ben ik bij mezelf. En kan ik daar dus aan trouw zijn aan wat er in dat seizoen aanwezig is. Dus het kan ook fijn zijn om je te verbinden met mensen vanuit hetzelfde seizoen. Of juist een tegenover seizoen. Tegenovergesteld seizoen om daar ook bij te zijn, om dat daarom ook mee te liften en daarmee te zijn. Het gaat er dus om ja te zeggen tegen je leven, ja te zeggen tegen op dat moment wat er is. Ja, Yvonne, jij zegt herfstblaadje van de bomen is voor velen dus juist een negatieve gevoel. Ja, en dan gaat hij eigenlijk al wat meer richting de winter. Ja, dus het loslaten is enerzijds fijn, want er komt ook ruimte, maar het gaat ook richting de winter. Dus weet ook dat dat stukje daar ook in meespeelt. Goed, het is al 11:15. Ik ben al heel veel aan het kletsen. Ik hoop dat jullie dit fijn vonden, want ik vind het ook fijn om een beetje te weten van, oh ja, dit werkt goed, zo'n test. Of, ja, want ik zit hier natuurlijk gewoon voor jullie. Dan gaan wij. Oh, fijn. Dit was leuk. Het was superleuk. Ja, ik kreeg trouwens, voordat ik het vergeet, want we gaan zo'n meditatie in en niet iedereen heeft altijd tijd. Ik ga het alvast even delen. Ik ga dat straks zeker vergeten. Maar ik kreeg, ik denk wel 100, 150 mails over. Oh, ik vond het zo fijn, je webinar. Kan ik je ook een keer live zien? Ja, dat kan. Ik heb nu ook. Live dagen die ik zelf ga geven in Westervoort. Dus mocht je het leuk vinden, ik zet hem hier eventjes in de chat. Dit is Holistisch Leven. Als je het leuk vindt, dan kan je daar even naar kijken. Er is maar een beperkt plek. Ik heb maar 50 plekken en nou, we hebben zich nu 900 ingeschreven. Dus mocht je het leuk vinden, schrijf je in. Dan kan dat. Ja, mooi. Het tweede video vond ik fijner. Ja, inderdaad. Ik heb niet aan meegedaan dat ik niet zoveel heb met cijfers vanuit onderwijsratio. Nee, daar gaat het ook niet om. Ik denk niet dat het gaat over cijfers.
Linda, het is wel een idee van hoe gaat het met mij? Dus misschien is het dan niet, is het een plusje, is het een minnetje. Het gaat ook niet over dualiteit, maar het gaat er eigenlijk om een soort van kenmerk te maken hoe het met me gaat. Ik heb het in de chat gezet als je het leuk vindt. Ik geef dus ook live dagen. Ik krijg vaak die vragen. Dus naar aanleiding ook van jullie vragen heb ik die dagen staan. Yes, wij gaan lekker aan de slag. Ja, ik zit dus in de winterfase inderdaad, Christina. Het gaat met mij goed. Want ik voel namelijk dat er heel wat nieuwe zaadjes borrelen. En zo ook, ja, deze, jullie vragen aan mij. Hey Mark, kan ik je persoonlijk zien? En dan zeg ik ja hoor. Nou, en dan ga ik weer vervolgens zaadjes creëren om met jullie in verbinding te zijn. Dus het gaat goed. En ik kan er heel erg mee zijn. Dus dank je wel om dit te zien. Anja, de webinar wordt nagestuurd. Dus die krijg je ook nog toegestuurd. Ja. Ja. Goed, we gaan lekker met de healing beginnen. Voor de mensen die dit nog niet kennen, je mag lekker gaan liggen. Dit is echt voor jullie. Want ik zie het zo vanuit mijn missie. Ik leid met Zoma lichtleiders op. En dus vanuit het lichtleiderschap zie ik het ook zo voor me dat ik het belangrijk vind om jullie ook het licht te geven. Alle mensen die met spiritualiteit en bewustwording bezig zijn, zijn over het algemeen gevers. Dus deze maandelijkse webinars kun je ook zien als een soort van APK, een energetische APK voor jezelf om in te checken, om lekker te ontvangen. Dus je mag gaan liggen. Je mag een lekker dekentje gaan nemen. Je mag misschien een kruikje erbij nemen. Maak het jezelf aangenaam. Het gaat over zelfliefde. Dus probeer echt weer helemaal te ontvangen. Dit is mijn cadeau voor jullie. Goed. Ik heb dus mijn twee edelstenen ook bij de hand. Dus je mag ondertussen lekker gaan liggen en dan gaan we ook samen in de fase gaan wij door. Oké, okay, mag je ogen lekker sluiten. Dan probeer je zo goed als je kan lekker over te geven aan dit moment waar je echt helemaal mag ontvangen. Dus sluit lekker je ogen. En als je het fijn vindt, als je het nog nooit hebt gedaan, kan het fijn zijn om je handen even op je hart te leggen, op je hartchakra te leggen. En kijk eens of je zo goed als je kan verbinding kan maken met je hart. Het gaat over zelfliefde. Alsof je helemaal met je hart kan inchecken. En met je hart inchecken gaat dus ook over, oh ja, alles mag er op dit moment zijn wat ik voel, wat ik ervaar, wat er is. Dus ook als je wat lager cijfer hebt gegeven, ook dat mag er zijn. Dan vraag ik jou toestemming om energie naar je te sturen. En dan hoef je alleen maar in jezelf ja te zeggen. En als je ja hebt gezegd, maak ik ook vanuit het universum zo'n verbinding met jou. En ik heb de bergjes al erbij. Hoef je ogen niet te openen. Ik zeg alleen even wat ik doe. En die is erbij om zo verbinding te maken. En kijk eens of je op dit moment alles kan afvoeren en loslaten wat op dit moment niet dienend is voor jou. Dus misschien ook alle gedachten, misschien ook de emoties die net loskwamen. Dat las ik zo van een aantal terug. En ik maak dus verbinding met jou. Ik maak ook verbinding met je spirit team. Ik maak verbinding met mijn spirit team. En je kan dus ook zelf verbinding maken met jouw gids om je heen, je spirit team, zo noem ik dat. En dus ook met het universum. Dus dat je voorstelt van, ah, ik sta helemaal open om te ontvangen. Voel het maar dat je echt alles loslaat wat op dit moment niet dienend is voor jou.
En kijk eens of je hierin ook de energie kan voelen stromen en je jezelf toe mag staan om steeds dieper en dieper te ontspannen. Steeds dieper af te zakken, te ontspannen. Okay, en dan neem ik je even mee alle seizoenen door. Dan begin ik bij de lente. Kijk eens of je, ook al zit je in een andere fase, net zoals ik in de winter, maakt niet uit. Kijk of je kan verbinden met een fijn moment omdat we even die natuurlijke flow gaan volgen. En dan heb ik de gouden assistuliet erbij. Een lente, een fijne lentedag, een mooi moment in je leven. Waarin je terugdenkt aan misschien wel een fijne liefde, verbinding wat je hebt gedeeld. Of een moment dat je verbinding maakt met jouw zielsmissie, met je hart. Of misschien wel een moment dat je kinderen hebt, dat je kinderen geboren werden. Die momenten dat je echt voelt van wow, ja, ik voelde het zo fijn en ik had zoveel energie en zoveel nieuwe ideeën. Dus kijk eens of je daar in de tijd terug kan gaan. Of misschien als je op dit moment in de lente zit, daarmee in verbinding kan zijn. Kijk of je vanuit zelfliefde daar ook helemaal ja tegen kan zeggen. Als het ware, als je dus niet in de lente zit, alsof je in de tijdlijn van de lente op dit moment wel even stapt. En voel dan ook eens wat je, waar je dan ja tegen zegt in de lente. Hoe je dan die zelfliefde ervaart. Oké, okay, en dan laten we de lente los en dan ga je door naar de zomer. De zomer waar je in eerste instantie misschien denkt, oh, dat is fijn, dat is warm. Maar dat zijn ook dus die uitdagingen. Nee, misschien in relaties dat je eerste ruzies hebt of dat je vanuit het universum wordt getest met je zielsmissie. Dat het misschien allemaal niet helemaal zo loopt als je wil. Op andere vlakken in je leven, dat je echt getest wordt. Oh ja, oké, okay, we hebben dit zelfonderzoek gedaan. Maar hoe gaat het nu eigenlijk echt? Voel eens ook in die momenten dat het soms moeilijk is. Dat je het gevoel hebt dat het leven soms een beetje tegen zit. Hoe het dan met je zelfliefde is. En of je jezelf ook in deze periode kan koesteren. En veilig kan komen opdagen voor jezelf. Dus ik geef samen met jou ook. Liefde aan deze zomerfase, waar je ook ja tegen mag zeggen in je leven. En die ook de heus in je leven nog een keer voorbij gaat komen. En waar je in je extreme ervaart. Dus denk ook aan die momenten terug. En als er pijnlijke momenten zitten, brengen we daar samen ook heling in toe.
Oké, en dan laat je die fase los. Dan gaan we door naar de herfstfase. De fase waarin je de vruchten gaat plukken. Waarin je het gevoel kan hebben dat je alles aan kan, omdat het zo'n succes was en is. Ook het hoogtepunt van een relatie, of dat je voelt van: oh ja, ik heb super hard gewerkt, ik heb die zomer overleefd en ja, nu voel ik de energie, nu voel ik alles loskomen, nu zie ik wat een opleiding heeft gediend of een cursus, of nu voel ik wat aan mezelf werk heeft opgeleverd. Dus je plukt echt de vruchten. Je merkt misschien in situaties dat je bij je ouders bent of waar dan ook, wat je misschien soms ingewikkeld vond, dat je dat makkelijk aan kan. Dat je denkt, ja, hier zit je ook makkelijk in die nieuwe versie van jezelf. Dus ook daar, en dit vind ik een belangrijke, je zou denken, oh, dit is dus een hele makkelijke fase. Maar dit is de fase waar ook veel lichtwerkers straalangst ervaren. Zo noem ik het, straalangst. Is angst om helemaal te stralen, om helemaal in je licht te staan, om echt die lichtleider te zijn waar wij te opleiden, om echt te voelen dat je er volledig mag zijn. En er volledig mogen zijn en je gelukkig mogen voelen, ook als andere mensen dat niet ervaren. Dit is ook een belangrijke. Ik merk nog veel mensen die trouw zijn aan oude waarden en normen vanuit wat ze mee hebben gekregen vanuit bijvoorbeeld hun ouders. Een dubbeltje kan nooit een kwartje worden, bijvoorbeeld, hè? Dus als ik helemaal intens gelukkig ben, dan ben ik dus niet meer loyaal naar mijn ouders. Dus kan ik mezelf schuldig maken om mijn eigen weg te volgen? Kan ik het mezelf goed laten gaan, ook al gaat het met een ander niet goed? Mag ik ten volle stralen? Ook al voel ik dat een ander soms niet straalt. Dit is er ook één. Heel belangrijk in zelfliefde. En kijk eens of je op dit moment het licht in jezelf weer helemaal kan vergroten. Zo groot mogelijk maken. Dus die zelfliefde volledig door je lichaam laten gaan. En ook helemaal door laten gaan. In je aura helemaal uitstralen. Van ja. Ik neem die ruimte helemaal in. En soms vind ik het super spannend. Misschien is het ook wel uitkomen voor jou, spiritualiteit of bewustzijn. Maar dat je hier helemaal in meegaat. En dan gaan we naar de winterfase. De winterfase waar het grootste gedeelte van de mensen nu in zit. En dat is dus de fase na de herfst waarin je voelt van het gaat eigenlijk wat minder goed. Misschien heb je ook wel jaren te hard gewerkt, te veel van jezelf gevraagd. Komt misschien ook wel de coronaperiode eruit. Uit die fases en de onveiligheid dat er leeft in de wereld. En dat je de winter ook vanuit om je heen voelt, van alle oorlogen, van alles wat zich speelt, wat zich afspeelt in de wereld. Dat je voelt van, kan ik met die winter helemaal zijn? Kan ik daar ook ja tegen zeggen? En kan ik juist in de winter vanuit zelfliefde precies geven wat ik nodig heb? En misschien is dat dus ook in momenten je terugtrekken, meer alleen zijn, die cacao-ceremonie doen, die ik vaak in ieder geval doe voor mezelf. De natuur opzoeken, mensen opzoeken die jou dienen, hulp vragen.
Dus ook voor de mensen die niet in de windfase zitten, kijk eens of je dan naar een moment kan gaan. En voel dat je liefde stuurt ook naar die fase en daar ook ja tegen kan zeggen. Het kan soms best spannend zijn. Het kan ook te maken hebben met thema's rondom rouw. Rondom ja, periodes in je leven waar je jezelf echt niet oké vond. Ik heb door trauma's in mijn leven ook wel zelfhaat gekend. En die versie van mezelf was op dat moment zo diep ongelukkig. Dus daar vanuit liefde ook energie naartoe kunnen sturen. Vanuit jezelf of koesteren in jezelf. Dat is heel belangrijk in deze fase. Dus heb je dat nog nooit gedaan? En dan kun je je voorstellen dat elke versie wie je bent geweest, of dat dan in de lente, de zomer, de herfst of de winter is, elke versie van jou is bijzonder, heeft iets moois. Ook al kan je daar misschien niet altijd zo naar kijken. Dus kijk of je ook met terugwerkende kracht liefde en energie kan sturen. En na al die fasen in je leven waar jij in de winter zat, en waarbij je misschien ook wel een heel laag zelfbeeld had, waar je overheen bent gestapt. En daar stuur ik ook heel veel energie naartoe. Je hoeft hierbij niet hard te werken of hard na te denken. Je mag het gewoon ontvangen. Al heb je zoiets van, weet niet wat er gebeurt, maakt niet uit. Ontvang het gewoon. En dan gaan we in de winterfase toe naar het moment waarin de Phoenix gaat herrijzen. Waarin je voelt dat vanuit crisissen, vanuit pijn, er eigenlijk ondertussen, ook al zie je het nu niet in de winter, als je straks naar buiten gaat, zie je de eerste sneeuwklokjes al. Dat er onder de grond zoveel gaande is, dat er zoveel nieuwe energie in jou aanwezig is. Wat zich rustig aan het ontkiemen is, waar allemaal zaadjes in de grond zitten. Wat eigenlijk al smacht om naar buiten te gaan, om de eerste zonnestralen op te vangen. Dus voel maar of jij die energie ook kan omzetten naar langzamerhand de lente. Waarin er ruimte komt voor nieuwe ideeën, nieuwe energieën. Nieuwe avonturen, misschien ook wel nieuwe relaties of nieuwe spannende projecten. Waar je als een lammetje straks weer in de wei kan gaan voelen. Met de eerste zonnestralen, de eerste lentekriebels. Dus voel me of je dat ook in jezelf helemaal kan aanpakken. In die lentekriebels te zijn. En zo hebben we eigenlijk alle seizoenen gehad. Ja, met de flow meegegaan. Voel maar of je nog even al die seizoenen zo nog eens af kan gaan. Als een stroom van een wiel wat gaat. Het levenswiel. Waarin alle fases te mogen zijn. En waarin jij als verbindende factor met zelfliefde in al die fasen veilig en liefdevol en warm kan komen opdagen. Dat is het allerbelangrijkste. Waar je ook bent in je leven, dat jij veilig kan komen opdagen door zelfonderzoek, heling en door dit soort momenten te ontvangen en je te verbinden met een community, een tribe waarin je met gelijkgestemden bent. Dat is ook een heel belangrijke voor je. Veiligheid en te weten, oh ja, ik kan altijd hulp vragen. Er zijn altijd mensen die er zijn,
Die me opvangen, die me dragen, die met je meelopen. Maar ook die feestvieren. Die jou upliften, die je helpen stralen. Die jou niet kleiner maken, maar juist groter maken. En dat gun ik jou. Dat gun ik je met heel mijn hart. Dus voel maar ook of je die lentekriebels zo helemaal door je lichaam kan laten stromen. Die heling die ik je net heb gestuurd. Dus samen met je spirit team en je universum, energie van het universum, dat je dat helemaal mag ontvangen. Voel maar ook welke nieuwe intentie geboren wil worden in jou. Welk nieuw plan, welk nieuw zaadje. Wat wil je gaan doen hiermee? Waar wil je mee aan de slag? Het is je nieuwe avontuur. Dus voel maar in jezelf dat het komt opborrelen. En als je dat voelt en dat is helder voor je, dan mag je even je handen wrijven. En jezelf lekker uitrekken. En je ogen openen. En misschien vind je het fijn om dat even hier op te schrijven. Flink uitrekken ook. Shortje netjes doen. Nou, welkom weer terug allemaal. De zelfliefde. Stroom door alle seizoenen heen in jouw leven. Alle fasen die je doormaakt in je leven. En voel eens, misschien wil je wel wat delen van je nieuwe vibe, je nieuwe twinkeling, nieuwe zaadje wat je voelt in jezelf. En misschien wil je ook wat delen over de fase of je kon voelen of je in elke fase met jezelf kon verbinden. Als je voelt van, oh ja, hij was misschien nog niet lang genoeg voor mij, want ik loop stiekem een beetje uit. Maar als je voelt, ik wil hem nog een keer doen, je krijgt hem natuurlijk teruggestuurd. Dus dan kun je hem ook bijvoorbeeld nog eens een keertje thuis extra doen. Kijk, ik ga mijn leven aan, zeg je, Martina, wat mooi. Kijk, veel tranen, heel speciaal dit. Deels in de zomer, deels in de winter. Dank je wel. Lang in de winter gezeten, ook omdat het veiliger voelde. Ik ben klaar om meer te laten zien. Eigenlijk staan die fasen ook gelijk in je cyclus dan, hè? Zo voelt dat ook. Ja, mooi. Mooi. Thanks, girl. Super fijn. Mooi beeld dat er in de winter onder de grond van alles in ontwikkeling is. Helpend. Dank je wel, Marjolein. Tranenstromen, kippenvel. Maar het gaat nu echt heel hard. Wat fijn, Marjolein. Fijn dat je dit doet. Ik ben erg verdrietig omdat ik mezelf. Niet mezelf voel. Oh, hij gaat nu zo snel. Dan ben ik je berichtje kwijt. Ja. Kijk eens, weer hele mooie berichten. Oh ja, en ook niet weten hoe ik dat dan moet worden. Nou, je voelt je altijd vrij om mij te mailen. Weet je, ik ben er gewoon, dus ook voor vragen. Daarom heb ik bijvoorbeeld ook mijn eigen live dagen, wat ik daar straks al even deelde. Ik krijg vaak van mensen, oh ja, het is leuk zo'n uur, maar ik wil gewoon veel langer erbij zijn. Nou, u vraagt wel draaien. Dus voel ook je vrij. Ik zal mijn mailadres ook even speciaal voor jou geven. Voor iedereen trouwens die dit wil. Is Marjolein@zomaar-opleidingen.nl. Op Instagram ben ik ook goed te bereiken. En voor de mensen die nog even zeggen, oh ja, ik wil graag dat die dag bij je zijn. Ik heb hier eventjes ook nog even dat gedeeld. Van alles onder de grond gebeuren zie ik je voorbij komen. Zaadjes die geplant worden, mag ik een replay doorsturen naar een vriendin? Deel lekker, Nadia, helemaal lekker. Verspreid het als je wil, helemaal goed. Weet je, een fijn gevoel bij een tribe te horen, zeg je. Komt hier naar voren. Je bent een rijke 1 en 2 gaan volgen. Een holistisch therapeut. Diploma behaald. Nou, mooi, wat mooi. Je geeft al mooie behandelingen. Ik zit in de winter, maar ik heb het idee dat ik snel naar die lente mag gaan. Nou, dan geef ik jou. Een grote arm, knuffel, want dat heb ik ook, het gevoel. Langzamerhand, ik ben langzamerhand ook wat meer naar de lente aan het bewegen. Na best wel een crisistijd. Ik ga voor mezelf opkomen. Nou, wat mooi, wat mooi, wat mooi. Wat een fijne berichten. En ook voor de mensen die dit 's avonds pas kijken, voel je ook vrij als je wat wilt delen, om wat te laten horen natuurlijk. Ja, voel je gewoon vrij. Ik ben er voor jullie. Even kijken. Dank je wel voor deze healing. Ik zit even te kijken of er nog vragen zijn. Er zijn zoveel reacties. Tranen van liefde. Ja, oh ja, voor mensen.
die dit vaker hebben gedaan, die weten het, dit werkt door. Ook al denk je nu misschien, ja, ik zie Marjolein een beetje zo zitten met de handen voor de laptop. Maar ik hoor altijd mensen die nog dagen daarna zeggen, jeetje, ik voel nog steeds stromen, ik voel nog steeds in beweging. Dit werkt gewoon mega door. Hier hebben ze ook steeds meer onderzoek naar gedaan. Healing op afstand werkt gewoon. Dus ook als je nog een beetje sceptisch bent, weet dat het doorwerkt. Dus ook goed water drinken de komende tijd. Heel belangrijk. Nou, ik hier nog allemaal seizoenen. Nou, kijken, vertrouwen. Dank je wel, de zonnestralen. Oh ja, dank je wel. Oh ja, voor degenen die dus inderdaad die links willen hebben, die heb ik net gedaan, gegeven. Dus die kan je lekker bekijken. Dat was de eerste keer. Fijn gevoel bij de tribe. Ja, mooi ook jullie berichten. Droom om andere mensen te helpen. Supermooi. Nou goed, dan is misschien nog even een vraag. Oh, ik werd nog een vraag gesteld. Ik heb ook een vraag aan jullie. Ja, super, dank. Dank, dank, dank. Ik zag nog een vraag voorbij komen. Er zijn nu, oh ja, kan ik het webinar terugkrijgen? Ja, die krijg je teruggestuurd, stuurt Monique. Dus die ga jij gewoon nog terug kunnen zien. Dan, inderdaad, het volgende. Ik had net al linkjes gestuurd. Die krijg je ook in de terugkijklink erbij. Als je bij mij een keer een dag wil meenemen. Maar ik ben ook benieuwd, wie komt er 29 februari? Want er was een adventkalenderactie. Meer dan 500 inschrijvingen, maar is maar plek voor 300 man. Dus als je daarbij wil zijn, laat het even weten. Daar zijn wat mailtjes geweest. Oh, Debbie zegt al, ik ben erbij. Ja, fijn inderdaad. Dat wordt heel speciaal. Daar gaat een primeur komen. Er gaat iets groots aankomen wat ik in het, nou, ik weet niet, voor de zomer of het najaar ga doen. En daar krijgen jullie de primeur van. Dus leuk. Ja. Hij staat in de adventkalender, stond hier bij. Dus kijk even, dat is een gratis dag of een avond in Wieleman. Nou, en er zit iets heel speciaals bij, maar jullie hebben de primeur. Dus weet even dat je er dan bij kan zijn. De volgende webinar, ik ga het even opnoemen. Ik stuur ook even de link voor de volgende webinar, want je moet je nog echt elke keer aanmelden. Nu waren er 900 aanmeldingen, dus het gaat hard. Ik stuur ook even de link daarbij. Hierbij is de link. Die ga ik nu sturen, alsjeblieft. Hup. Hierbij is de link naar het webinar. Die je kan inschrijven. En de volgende staat, sommigen van jullie weten het inmiddels beter dan ik, 6 maart. 6 maart is de volgende in de ochtend, ook weer om 10 uur. En ik kan mijn eigen handschrift niet meer lezen, maar oh ja, er staat Spirit Team. We gaan met het Spirit Team aan de slag. Dus wil je erbij zijn, 6 maart zie ik jullie. 29 februari ga ik een aantal mensen zien. En ik hoop mensen te zien natuurlijk bij mijn eigendaagse. Dat is 28 maart. Dus dan heb ik een hele dag lekker de tijd met je. Heb je nog vragen? Stuur mij een mail naar Marjolein. Ik stuur nog één keertje, want door alle vragen tussendoor gaat hij naar beneden. En hier is mijn e-mailadres. Dus hier kan je mij ook bereiken. Ik wens jullie een hele fijne dag. Heel veel liefs, heel veel knuffels. En ik ga jullie weer zien volgende maand en misschien al wel eerder. En ik hoop dat het jullie wat heeft gebracht. Stuur en laat het even weten, ook via Instagram, als je nog wat wil persoonlijk wil delen of via de mail. Ik ben gewoon lekker bereikbaar vandaag. Dag lieve allemaal en alle liefs en alle goeds ook ten aanzien van zelfliefde. Want dat is in deze tijd heel erg belangrijk. Want ook al zit je misschien zelf niet in de winter, voor mijn gevoel is wel de wereld in winter. En dat kan dus zeker voor een HSP'er erg uitdagend zijn. Alle goeds, alle liefs en een hele dikke knuffel. Tot de volgende keer. Dag lieverds. Doeg.